Kemper wil ik nog bedanken. Data en ons productieteam om dit allemaal mogelijk te maken. Gastheer Kilian, technicus Luc van Dijk, Janne Benschop en onze eindredacteur Geert de Maling. Onderbreek je heel even, we gaan naar Ragnar Niemeyer, want er is gescoord bij Portugal tegen Zwitserland. Goed voor de wedstrijd, Annette, want een uur op de klok. Portugal heeft iets teruggedaan in Lee. Het is 1-2 geworden. Zwitserland gaat ze af op het rand van het strafschopgebied van de Zwitsers. En is de overtreding van Viola Caligaris er inderdaad net buiten. Dat heeft de Tsjechische scheidsrechter in het zonnetje in Engeland in Lee dan toch maar goed gezien.